Hey, weten jullie het nog? Het lucifersdoosje. We gaan verder met het verhaal. Gijsbert had het lucifersdoosje van zijn vader gekregen. En hij was een verpleegster tegengekomen, Bink. Ja, toch? Ja. En die verpleegster die vertelde hem wat hij met dat hele bijzondere doosje kon doen. Hij kon het open doen. En dan kon je er zoiets in laten verdwijnen. En hij kon het er ook weer uithalen. Weet je nog hoe het in zijn werk ging? Dat heb je goed onthouden. Hij heeft er een huis in zitten. Een prachtig huis. Een wit huisje dat bij het Vondelpark staat. Of stond. Want er staat nu niks meer. En er woonden geen mensen in, hoor. Het was een kantoor. Er werkten mensen. En die mensen, toen die mensen kwamen werken, toen zagen ze alleen een lege plek. En ze waren heel blij. Ze lachten van geluk en ze gingen lekker in de zon zitten. En ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Nou zeg, Gijsbert dacht, ik heb nog goed werk gedaan ook. Die mensen die daar werkten, die zijn blij. Aan de oever van een rivier vond hij een prachtig stukje grond. Oh ja, want de verpleegster had gezegd, zoek een stukje grond uit om het huisje weer neer te zetten en uit het doosje te halen. Maar het moet wel een beetje uit de buurt zijn, want anders valt het op. Nou, aan de oever van die rivier vond hij een prachtig stukje grond met gras en bomen. En daar deed hij het doosje open. En jongens, dan moet je toch eruit roepen? Oh nee. Pst. En hij deed pst. En ja hoor, hij had het nog niet gezegd. Of daar stond het huis. Zo stevig en zo vriendelijk verborgen tussen de bomen. Alsof het er altijd gestaan had. En Gijsbert voelde zich er meteen thuis. Maar het was natuurlijk een kantoor. Er stonden heel veel bureaus en heel veel schrijfmachines. Maar dat gaf niet. Maar hij miste wel een bed. Dat zou wel heel fijn zijn. En toen ging hij naar een beddenwinkel. Waar wel 100 bedden op een rij stonden. En toen de verkoopster eventjes niet keek. Je raadt het al, hè. Deed hij zijn doosje open. En hij riep. Erin. En een mooi, breed, prachtig bed ging in het doosje. Met lakens en dekbed en al. Hallo, hebben we wel een keus gemaakt? Vroeg de verkoopster. Nee, ik keek alleen even rond. Ik kom nog wel eens terug met mijn vrouw, zei Gijsbert. En hij ging met zijn lucifersdoosje naar huis. Nu kon hij beginnen met wonen. En hij kreeg een heerlijk leventje. Eten haalde hij van de markt af. En hij bracht af en toe een kip mee en de vissen uit de rivier die gingen gedwee in het doosje. Het enige vervelende was dat hij zo vaak heen en weer moest, want er mocht maar één ding tegelijk in zijn doosje. Maar dat hield hem lekker in beweging en zijn conditie hield het op peil. En daar was ook iets voor te zeggen. Op een dag had Gijsbert keelpijn en hij besloot bij de drogist een zakje drop te halen. Toen hij de drogist binnenkwam, zag hij een allerliefst meisje achter de toonbank staan. Ah, wauw, wat een mooie, wat een lief meisje. Gijsbert vond haar zo lief, dat hij zijn keelpijn vergat. Hallo, wat had u gehad willen hebben? Vroeg het meisje. Jou, zei Gijsbert. Wil je met me trouwen? Hoe heet je? Ik heet Liesje, zei het meisje. Ik wil helemaal niet met je trouwen. Ga weg! Of ik roep mijn vader de drogist. Hij is heel groot en hij is afschuwelijk sterk. En hij heeft heel veel haar op zijn borst. En Gijsbert wilde dat meisje echt graag hebben. Wat deed hij? Hij schoof het lucifersdoosje open. En hij zei, hup, erin. En daar ging Liesje naar binnen. En hij deed het dicht en hij nam haar mee naar zijn huis. En in zijn huis opende hij het doosje en hij zei, pst. Ja, en ze kwam eruit. Maar ze was niet blij. En ze zag er ook helemaal niet meer lief uit. Ze was woedend. En ze riep, laat me gaan. Of ik roep de politie. Kom nou, wat onaardig van je, zei Gijsbert. Kijk eens wat een mooi uitzicht we hier hebben aan de rivier. En wat een prachtig huis we bewonen. En er zijn ook 7 schrijfmachines in dit huis. Oh, schrijfmachines waarop je kan tikken? Dus een computer van vroeger? Ja. Oh, dat verandert de zaak,
zei Liesje, ik ben dol op schrijfmachines. Mag ik op allemaal tikken? Net zoveel als je wilt, zei Gijsbert, wanneer je tenminste klaar bent met het huishouden. Liesje veegde de vloer, ze poetste zijn schoenen en ze ging toen zitten tikken. Hé, wat zal ik meenemen uit de stad? Vroeg Gijsbert. Een fles melk, zei Liesje en ze tikte door. In de melkwinkel deed hij zoals altijd. Hij wachtte tot de melkboer even niet keek. Hij schoof zijn doosje open en hij zei, erin. En de melkfles zat in het doosje. Maar de melkboer, dat is de meneer die melk verkoopt, die had allang iets in de gaten. Omdat hij zoveel melkflessen miste. En hij had gezien wat de jongen gedaan had. Hey, zet jij dadelijk die fles melk terug, zei hij. Ik heb geen fles melk, zei Gijsbert en hij klopte op zijn lege zakken. Waar zou ik die fles melk moeten hebben? In je lucifersdoosje, zei de melkboer. Terug die fles of ik bel de politie. Gijsbert begreep dat er niks aan te doen was. Hij opende zijn doosje. Wat moet je ook alweer roepen? En hij zei, pst. En de fles melk stond weer op de toonbank. Zo, zei de melkboer. En vertel me nou maar eens hoe dat doosje van je werkt. Maar Gijsbert draaide zich om en hij rende de winkel uit. Wat een afschuwelijke pech, dacht hij. Maar ja, het kan ook eigenlijk niet. Hè? Het is eigenlijk een beetje pikken of stelen. Maar ja, nu weet de melkboer mijn geheim van het doosje. En waar moet ik nu voortaan mijn melk halen? Ja, bij de Albert Heijn, dat kan natuurlijk. En Gijsbert ging terug naar huis en hij kwam langs een wei waar een hele mooie bruine koe hem kauwend aankeek. Moe! Hé, ik weet het, dacht Gijsbert. Jullie weten het ook? Ik neem gewoon die hele koe, dat is de oplossing. En hij liet het beestje. Of het beestje, dat grote beest, die koe in zijn lucifersdoosje. Nauwelijks zat de koe erin of er stopte een politieauto. En een agent zei tegen Gijsbert. Meer naar het bureau, jij. Maar wat heb ik dan gedaan? Stamelde Gijsbert. Je hebt geprobeerd een fles melk te stelen, zei de agent. De melkboer heeft jou verklikt. We weten er alles van. Die arme Gijsbert, die moest mee naar het politiebureau, waar de politiecommissaris achter een grote tafel zat, met wel 6 andere politiemannen erbij. Streng keek de commissaris hem aan en hij zei, u hebt gepoogd een fles melk te ontvreemden bij de melkboer, klopt dat? Ja, ik heb eigenlijk die melk gepikt. Oh, ik heb ook gehoord dat u de fles in een leeg lucifersdoosje hebt verstopt. Maar dat kan helemaal niet. Hoe heeft u dat gedaan? Vroeg de commissaris. Nou, zei Gijsbert, zo. Hij nam het doosje, schoof het open en hij zei, pst. En toen stond ineens die hele grote koe in het politiebureau. Een enorm beest was het. En de koe schopte achteruit en ze stak wild met de horens links en rechts. En de commissaris en de andere politieagenten, die werden achterover geworpen. En de agenten, die kregen er toch een trappen van de koe. Ze raakten in paniek en Gijsbert kon lekker wegrennen. Hij klom door het raam naar buiten. Als ze me nu niet achterna komen, hijgde die. En om niet te vallen... Niet op te vallen, ging hij tussen een heleboel wachtende mensen staan, op de vluchtheuvel van de tram. Hij had niet gezien dat de melkboer toevallig vlak naast hem stond. Maar de melkboer had hem wel gezien. En toen er heel veel mensen gingen dringen om in de tram te komen, pikte de melkboer handig het luciferdoosje en stopte er gewoon een gewoon leeg Lucifers doosje voor terug. Dus hij haalde het toverdoosje uit de zak van Gijsbert en hij deed er een gewoon doosje voor terug. En Gijsbert had niks gemerkt. Bij de volgende halte ga ik eruit, zei Gijsbert. Dan ben ik bij de supermarkt en daar hebben ze ook wel melk. Er stond een hele stapel melkpakken in de supermarkt.
Maar toen Gijsbert zijn doosje opendeed en zei erin, toen gebeurde er helemaal niks. En hij probeerde het met een blik soep erin en met een komkommer erin. Maar er gebeurde helemaal niks, het lukte niet meer. Hij ging de straat op en hij liep radeloos rond en hij probeerde voortdurend iets in zijn doosje te krijgen. Erin, maar er kwam helemaal niks meer in. Er wou nog geen vlieg meer in, geen flow. Intussen was de melkboer er met het echte toverdoosje vandoor. En die was van wal gestoken. Die man wilde direct een grote slag slaan en dezelfde dag nog schatrijk worden. En hij ging regelrecht naar het gebouw van de Nationale Bank. Want daar stonden achter ijzeren tralies grote zakken vol met goudstukken. De melkboer wist dat zo goed, omdat zijn broer er werkte. En hij ging voor de tralie staan, hij keek naar een van de zakken, deed het doosje open en zei, erin! En ja hoor, dwars door de tralies heen, kwam die hele zak goudstukken naar hem toe en verdween in het lucifersdoosje. Mooi zo, zei de melkboer tevreden. En hij liep fluitend naar huis. Boven de melkwinkel had hij een rustige kamer, waar hij zijn doosje opende. Eruit, zei hij. Maar er kwam helemaal niks uit. Wanneer die domme melkboer beter had opgelet, zou hij inderdaad gehoord hebben dat Gijsbert iets anders riep dan eruit. Maar de melkboer had niet goed opgelet en hij bleef koppig roepen. Eruit, eruit! Maar toen het niet wilde likken en lukken, werd hij kwaad. Hij rammelde kwaad met de doos en riep, kom eruit voor de donder, zal je eruit komen of ik begaan ongeluk. Maar het hielp allemaal niks. O, toen lieveling, ik smeek je, kom eruit, klaagde de melkboer met tranen in zijn ogen. Maar de zak met goudstukken kwam niet meer tevoorschijn. Gijsbert, die radeloos door de stad liep, kwam op dat moment langs de melkwinkel. En hij bleef staan luisteren. En hij hoorde uit het raam, eruit, zak! En even later, kom je eruit, rotzak! Hé, wat een lelijke woorden, zegt die melkboer. Het is toch echt geen aardige man. En hij wou al verder gaan, maar er ging ineens een klein schokje door hem heen. Er ging een lichtje branden en hij bleef stokstijf staan. Zou die melkboer, is het mogelijk dat mijn lucifersdoosje... Maar op dat moment hoorde hij de melkboer schreeuwen, daar een doos van niks! En hij gooide iets uit het raam. Ja hoor, het lucifersdoosje vloog met een sierlijke boog het raam uit en viel op de grond vlak voor Gijsbert. Hey, bedankt, zei Gijsbert. Hij raapte het op. Hij gooide het valse doosje weg. En hij kwam dolgelukkig thuis. En hij zei tegen Liesje, die in de gang op hem stond te wachten, melken heb ik nog niet, maar een hoop avonturen dat ik beleefd heb. Nou, je zult er nog meer beleven, zei ze, want mijn vader zit namelijk in de kamer. Je vader? Oeh ja, die de drogist. Wat wil hij? Nou, hij is hartstikke kwaad. Hij wil je in elkaar slaan. Hij is razend, omdat je mij ontvoerd hebt. Hij heeft een hele grote fles zo groot hoestdrank meegebracht. Maar ik hoest helemaal niet, zei Gijsbert. Nee. Het was de grootste fles die hij in zijn winkel had. En het leek hem zo'n mooie fles om er jou heel hard mee op je hoofd te slaan. Heere lieve tijd, dat is toch niet waar, riep Gijsbert. Dan ga ik liever nog wat wandelen. Maar nog voor hij zich om kon draaien, ging de kamerdeur open en de woestdwaze kwaaie drogist kwam op hem af met een grote groene fles hoestdrank. Hij greep Gijsbert in zijn kraag. En hij zei vuurrood van drift, en nou ga je eraan broer, ben je helemaal gek geworden om mijn dochter te ontvoeren? Genade, lieve meneer de drogist, smeekte Gijsbert. En hij probeerde zich los te wringen. De drogist hief de fles en hij wilde die met kracht op Gijsbert zijn hoofd laten neerkomen. Gijsbert had alleen nog tijd, wat goed van jullie, om zijn doosje uit zijn zak te halen, het met één hand te openen en te roepen, erin! Onmiddellijk verdween de drogist in het doosje. Maar oh wee, goudstukken. De melkboer had er al iets in gestopt. Er zat al iets in.
De zak met goudstukken en twee dingen tegelijk. Dat had die verpleegster gezegd. Dat mocht absoluut niet. Het doosje begon te springen. Wow. En te draaien in Gijsbert's hand. En hij liet het los. En daar lag het op de grond. En het schudde alle kanten op. Want er zitten gewoon te veel dingen in. Het was een enorm lawaai in het doosje. Alsof er twee leeuwen in vochten. En toen begon het doosje te kraken. En te scheuren. En het deksel boog. Gijsbert keek er verschrikt naar. En krak, scheur. Daar lag het doosje. Helemaal kapot. In stukjes. En daar zat de drogist met blauwe builen op zijn hoofd. En naast hem stond een grote zak. Met goudstukken. Wat is er met me gebeurd, kruide drogist? Ik heb het gevoel alsof ik door een betonmolen gedraaid ben. Au, mijn hoofd. Gijsbert deed de zak open en zag al de goudstukken die de melkboer had gepikt. Die hele zak is voor u, zei hij tegen de drogist. Als ik met uw dochter mag trouwen. Al dat goud voor mij! Ogenblikkelijk vergat de drogist zijn builen en zijn boosheid. Ben je er wel eerlijk aangekomen? Vroeg hij. Heel eerlijk, zei Gijsbert. Ik heb het niet gestolen. Wel, zei de drogist. Nee, echt niet. Oké. Nou, vooruit. Wanneer je mijn dochter wil trouwen, dan moet je eerst aan de vraag of zij dat wel wil. Zeg, Lies, wil je hem hebben? Graag, zei Lies, want ik hou heel veel van hem. Ook al is mijn lucifersdoosje kapot, vroeg Gijsbert. Natuurlijk, zei ze. Je kan toch gewoon gaan werken? Het is allemaal niet eerlijk om alles in dat luciferdoosje te stoppen. Dat is pikken. Je bent een luiwammes, ga lekker werken. En ze gingen met hun drietjes in de stad eten. De drogist betaalde alles, want hij had genoeg goudstukken. En de volgende dag had Gijsbert al een baan als conducteur op de tram. Dat had hij altijd al heel leuk gevonden. En Liesje, die typte op de typemachines en later op de computer. En ze leefde nog heel lang en heel gelukkig. En ik heb nooit meer zo'n lucifersdoosje gevonden. Jullie? Misschien hebben jullie wel één thuis. Probeer het eens. Wat was het ook alweer? Erin en... Psst, toch? Probeer het maar. Hele fijne dag. 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 Tot de volgende keer. Dag. Goodbye, farewell, I'm not sure what to do, so long, so long.